allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal Elbel. Vandaag heb ik een nieuwe leuke video voor jullie. Ik ga namelijk nu een shoplog doen van de Apple Boutique. En op het einde ga ik ook een vlog doen bij KTR. Dus zeker een blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en dan gaan we door met de video. Ik ben dus in de winkel van Zaventem geweest en eigenlijk ging ik normaal alleen maar nieuwe rijlaarzen kopen, maar ik heb toch besloten om ze nog niet te kopen, pas voor mijn verjaardag, omdat ze vrij duur waren en ik heb ze nog niet echt per se nodig. Dus ik ga nu de andere spulletjes laten zien. Het eerste wat ik hier pak zijn dus handschoentjes. Ik heb dus gewoon terug dezelfde gekocht die ik al altijd koop, omdat ik ze heel fijn vind. En de andere waren een beetje versleten, dus ik heb er terug nieuw gekocht. En ze zijn van het merk Roekle Sport. I don't know hoe je dat uitspreekt, maar ik vind ze heel fijn. En ik heb ze ook al redelijk lang. Dus ja, ik ben er super blij mee. Het volgende dat ik pak is deze broek. En het is eigenlijk een legging. En ik heb nog nooit een legging eerder gekocht. Maar ik vond hem echt super fijn. Dus ja, het is dus een legging en het heeft dus zo'n siliconen vlak met allemaal tijgerprint. Dus ik vind hem echt super leuk en hij zit ook super goed. Dus ik kan niet wachten om er mee te rijden. Dan het volgende is deze liquid holder voor in de stal. En dan heb ik daarbij ook direct deze liksteen gekocht. En ik wil eigenlijk eens kijken wat erin zit. Ik ga die morgen ook al ophangen, maar dat gaan jullie ook in deze vlog zien. Dus, oh, er zit eerst een super schattig touwtje bij. En allemaal verschillende, oh, vind ik echt schattig. En hier heb je dan, oei, dit. Dus waar de liksteen in moet. En de rest zal ik morgen wel uitvinden. Dus ja, en de liksteen is smaak appel. Ik heb die al vaker gekocht. Maar ik ben dus benieuwd wat ik ervan ga vinden. Het volgende wat ik pak zijn deze sokjes van Stephorse. En ik had echt nieuwe sokken nodig. Dus ik vond deze wel een leuk printje hebben. En ja, ze zijn ook wel redelijk dik. En ik hou van dikkere sokken. Dus dat is helemaal top. Dan het volgende zijn deze muffins. Ik heb dat nog nooit eigenlijk gekocht. Dus ik wou eens kijken hoe dat was en of KTR ze gaat lusten. Dus heb ik ze maar gekocht. Het zijn er 15 en ik ga het ineens een keer openmaken om het eens aan te ruiken. Oké, het is open. Een beetje niet zo goed open gedaan, maar oké. En bleh. Oh, dat stinkt echt wel. Maar ja, zo ziet het eruit. Ja, ik hoop dat hij het lekker gaat vinden. Maar er zit ruw eiwit, ruwe celstof, haverbloem, water, lijnzaad en zo. Dus ik denk dat het wel goed is voor de paardjes. Maar, oh shit. Ha, ik heb die dingen kapot gedaan. Ik had dat met schaar moeten doen. Maar ja, dom. Oké, het volgende is dus deze broek. Het is een gewone broek met een rits, dus geen legging. En ik had dus nieuwe broeken nodig. Dus heb ik deze maar gekocht. Het heeft ook een siliconen zitvlak. Dus altijd fijn. En ook leuke blinkjes aan de achterkant. Dus ja, ik vind het een heel leuke broek. Dan het volgende is dit. Teugels. En ja, het lijkt een beetje op een halstertouw nu, maar ja, het heeft dus twee klikjes. En ik wil dus graag bitloos rijden of gewoon al beginnen met stappen. En ik had niet echt teugels of iets en een halstertouw is te kort. Dus heb ik deze gekocht. En ja, het is gewoon zwart. Het is gewoon zwart. En het is 3 meter lang, dus dat zou wel lang genoeg zijn. En ik ben heel benieuwd hoe KTR erop gaat reageren. Ik ga het ook morgen uittesten, dus ik ben heel benieuwd. Jullie zien het waarschijnlijk niet, maar die is echt super dun. Maar op zich voor de zomer is dat heel goed, want dan, ja, als het dan warm is, dan voelt je dat niet echt. En het heeft ook dus een siliconen zitvlak, zoals je ziet. En hij staat ook echt super fijn. Dus ja, ik ben ook heel blij met deze broek. Het volgende is dus dit petje van HB Polo. En ik vind het wel een leuk petje.
En elk wat mijn mama had hebben, maar ik ga hem ook wel dragen in de zomer. Want ik vind dat ik niet zo sta met pitten. Dus daarom moest ik hem niet per se hebben, maar ja, ik vind hem wel leuk. Dan het voorlaatste zijn deze gommetjes. Ja, ik had nog gommen nodig voor school. Allee, school is gewoon nu gecanceld. Maar ja, gewoon voor thuis te werken. En het is echt super schattig, een worteltje, een appeltje en een paard en nog wat andere dingen die ik niet kan zien. Maar ja, super schattig. En dan alweer het laatste, is nog een legging. En nu ziet hij er zo uit. Jullie zien het waarschijnlijk niet zo goed, maar het heeft allemaal blinkertjes en het blinkt echt super hard. En ja, je ziet het niet zo goed op camera, maar het is wel echt super blinkend. En het heeft ook zo niet echt een siliconen, maar allemaal van die bolletjes. En die zat ook echt super goed. Het heeft ook een rits aan de achterkant voor mijn gsm of zo. Oh, voor mijn gsm is het te klein. Maar voor koekjes of zo, of in te steken. Dus ja, ik ben er ook super blij mee. Dat was de shop nog alweer. En nu ga ik jullie een dagje meenemen naar Katwijk. Ik ben dus nu op de manege. Hallo. Hou de dingetjes uit eens. Hè? Ik heb wat dingetjes voor jou gekocht. We gaan eens zien of je het lust. Vind je dat lekker? Ja? Goed zo. Ik ben het nu in elkaar aan het zetten, maar ik weet niet hoe het moet. Zo denk ik en dan dit. Oh. Oh. Ja. Oh nee. Ik weet echt niet hoe dat moet. Het is gelukt. Dus ik ga het nu ophangen. Ik ga het ophangen. Het hangt. Kijk, die bijt er heel tijd in. Het gaat met zijn staf niet in bijten. Wat doe je? Ik sta wel apart. Ja. Stop het! Eerst ging Katair een poetsbeurt geven. Ik deed zijn dekentje af en heb zijn manen gekamd en zijn hoefjes uitgekrapt. En dan ging ik nog een vlecht maken. Hij is niet zo goed gelukt, maar ik heb proberen het beste ervan te maken. Dan ging ik wat trucjes doen in de cirkel. Eerst heb ik geprobeerd of hij mij kon volgen. Het was de eerste keer dat ik het probeerde. Dus hij was een beetje afgeleid door de snoepjes. Want het is een echte fritzak. Maar dan lukt het wel al wat beter. Hij raakte minder afgeleid. Het was ook de eerste keer dat ik het probeerde. Dus ik snap als het niet zo goed lukt van de eerste keer. Dan ging ik achteruit stappen, dat kan hem heel goed. En dan ging ik ook wat vleem proberen voor de eerste keer. En dan was hij ook al snel mee weg. Het is nog lang niet perfect, maar het is al een begin. Chambitten kan hij ook al wel een beetje, maar hij schraapt meer. Dus dat moet ik er proberen uit te krijgen. Hier ging ik weer achteruit stappen. En dan heb ik ook een keertje shake geprobeerd. Hij vond het een beetje irritant, maar voor de eerste keer is het zeker goed. Dan ging die rollen en was hij weer helemaal vuil. Dus heb ik hem daarna nog terug gepoetst. En dan ging ik dus bitloos proberen te rijden, samen met Sien. En dit is helaas niet zo goed afgelopen. Ik heb er geen beeld van, maar ik ga uitleggen wat er is gebeurd. Ja. Ja, vast.
Het is nu de volgende dag en ik zit even buiten, maar ik ga even kort vertellen wat er is gebeurd. Dus wij gingen gewoon eigenlijk... Zij ging uitstappen van haar les en ik ging gewoon wat wandelen met die teugels die ik had gekocht, gewoon voor uit te proberen. En dus wij gingen in de wei en wij gingen naar de achterste wei. En we waren gewoon aan het praten en opeens schrikken die van iets. Ik weet nog steeds niet van wat. En ze galopperen in rengalop naar de eerste wei. En dan is Sien er in het begin afgevallen en ik op het einde. Ik kon niet meer opstaan en Sien is nog hulp kunnen halen. Maar daarna ging ik met haar ook niet meer. Dus hebben ze de ambulance gebeld en de mug. En zijn we naar het ziekenhuis gebracht. Daar hebben wij scans gehaald. We zijn daar onderzocht. En we hadden niks ernstig, gelukkig. Dus mochten wij dezelfde dag laat naar huis. Ik heb heel veel pijn. Ik kan er wel op steunen, gelukkig. Maar ik kan niet goed wandelen. En deze schraam heb ik ervan overgehouden. En voor de rest doet het wel nog veel pijn. Dus ik ga niet meer kunnen rijden deze volgende weken. Maar misschien kan ik wel volgende week stilaan al eens gaan poetsen of zo. Deze vlog is niet geëindigd zoals ik had gehoopt. Maar ik wou jullie toch eventjes meedelen wat er was gebeurd. En het was ook de eerste keer dat ik in de ambulance zat. Ze hebben ook weer een ervaring meer. En ik ga nu wel echt de vlog afsluiten. Dus als je het toch nog leuk vond, doe zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende keer als ik al beter ben. Daag!